Ik ben Anthony Kumpen, teammanager PKK Sport. Ik heb het team ongeveer een tiental jaar geleden overgenomen. Dan zelf nog aan het reizen geweest heel lang. Nu doe ik vooral het management, een beetje de engineering mee opvolgen, piloten aantrekken en dergelijke. En dan zelf ook nog een beetje ontwikkelingswerk qua testrijden. En in de toekomst ga ik ook nog zelf een beetje racen, dus heel veelzijdige job en heel leuk met een heel leuk team samen te werken en altijd heel ambitieus en we proberen zo vaak mogelijk te winnen. Ik ben beginnen samenwerken met Bert ongeveer 20 à 25 jaar geleden, ik geloof als ik het goed voor heb in 1999. Stinus was toen nog een heel klein manneke. Dan is hij ook beginnen wedstrijden te rijden. Dan hebben we die ook mee opgenomen in ons team. Dus ik zeg altijd, mijn langste huwelijk is met Bert Longin. Dus dat is wel leuk. Goedemiddag, mijn naam is Roger de Jageren. Ik ben sinds meer dan 20 jaar in contact en in samenwerking met Bert. Als sponsor, vooral ook als vriend. En daar is ook, gedurende 3 jaar ben ik directeur van het circuit geweest. Ook het een comfort van het ander, op die manier. Ik ben Luc, ik doe al sinds 9 jaar de verzorging bij Kraft Racing PKK Sport. Verzorging houdt in het klaarmaken van de piloten, door de week zelfs al. Zorgen voor drank, zorgen voor recuperatie, taping, eigenlijk het heel pakket. Eigenlijk altijd klaarstaan, bereikbaar zijn voor hun en proberen zo best mogelijk aan de start te brengen. Dus wat moet je zien onder het behandelen van een piloot? Proberen te kijken waar zit het probleem, manipuleren zit daarin. Maar meestal wordt de piloot door de week al klaargestoomd naar een race toe. Dus op de race zelf is het redelijk beperkt het werk of er moesten blokkages optreden. En dan zullen we dat proberen op te lossen tijdens de race zelf. Maar de mensen zijn tegenwoordig zo goed getraind dat er eigenlijk in de race zelf het zich beperkt tot masseren. Soms diep masseren, soms losmaken en dan beperkt het rest tot het aanreiken van drank, recoveries, isotone dranken, repen en wie wat wilt, ja, dat is verschillend van elke piloot. Afsluiten met een geweldige dankjewel aan de mensen die mij het vertrouwen geven al die jaren. Dankjewel Anthony Kumpen, Bert Longin, de geweldige mechaniekers, het hele team. Hartelijke dank voor het vertrouwen dat ze in mij stellen. En ik hoop dat we nog jaren kunnen samenwerken. Een hele dikke dankjewel.